Er wordt zeer veel preventief gesensibiliseerd, maar toch vallen er nog steeds slachtoffers. Voor diegenen die de drang hebben om te knallen, zeg maar uitgaan, feestvieren, goed uit de bol gaan, is er maar één gouden regel. Geen drank of drugs in het verkeer. We zijn hier op het festivalterrein van Tomorrowland, waar er binnenkort weer een gezellige drukte zal zijn. Maar in 2019 zag het er zo uit. Debbie, op een plaats waar er veel mensen zijn om feest te vieren, is natuurlijk drank en drugs nooit ver af. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, drugs zijn verboden in België en dat is een boodschap die we echt wel meegeven aan festivalgangers. We hebben bijvoorbeeld drugstonden aan de ingang staan, we hebben banners die uithangen, we hebben ons krantje, onze applicatie. Dus we proberen ons festivalgangers wel er zich bewust van te maken dat eigenlijk drugs niet nodig zijn om, op ons festival, om van ons festival te genieten. En alcohol, ja, dat hoort er een klein beetje bij. We hebben een heel mooi aanbod, maar we proberen dan wel erop te wijzen dat de mensen niet al dronken gaan rijden. Dus dat proberen we ook wel echt mee te geven in alle informatie die we hebben. En als het dan toch misloopt, is er nog altijd hulp ter plaatse. Ja, we hebben een supergoede samenwerking met Vlaamse Kruis. Die zijn aanwezig op het festivalterrein, op de camping en rond het festivalterrein. En het is echt de bedoeling dat mensen daar, ja, heel vrij naartoe kunnen gaan. Hè. Dat ze niet bang moeten zijn, dat ze vragen durven stellen, dat ze ook goed letten op elkaar. En dat ze dus, ja, hulp gaan vragen wanneer dat nodig is. Kevin, jullie zijn aanwezig op festivals. Zijn er zo, ja, problemen? De meeste patiënten die wij eigenlijk zien, zijn patiënten met kleine traumata, kleine verwondingen. Snijwondjes, brandwonden, blaren, verzwikkingen. Brandwonden dan vooral van de camping. En dat zijn eigenlijk dus ongeveer 65-70% van de patiënten die wij zien hier. Ja, en wat met drank en drugs? Drank en drugs zijn absoluut patiënten die we ook binnen de medische binnenkrijgen. En meestal is dat een levensbedreigende situatie. Dat is maar 3,5% van het aantal slachtoffers dat wij zien, van de 16.000. Maar die hebben absoluut nood aan medische hulp. En daarvoor zijn wij hier op het festival. Het is duidelijk, drugs, daar blijf je van af. En heb je dan toch een glaasje te veel op? Wel, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Debbie, maar Tomorrowland is natuurlijk meer dan alleen maar muziek. Hè? Jullie geven zoveel meer. We proberen eigenlijk onze festivalgangers niet een uitstap naar een festival te geven, maar een vakantieuitstap. Dus 38.000 mensen zitten hier op onze camping in Rumst. Dan hebben we 10.000 mensen die in Brussel verblijven via een travelpakket. En die dus eigenlijk elke dag met een geregeld transport naar hier komen. Dan hebben we uiteraard een hele goede samenwerking met de NMBS, met taxibedrijven en uiteraard met de lijn. Hey Karen, de bus, perfecte manier om naar festivals te gaan. Ja, zoals je ziet zijn we ook deze keer weer van de partij, net zoals het voor de pandemie het geval was. Het is uiteraard de bedoeling om de reizigers, de festivalgangers, snel en stressloos ter bestemming te brengen en nadien natuurlijk op dezelfde manier, 's avonds of 's nachts, terug naar huis. We zetten daarvoor echt honderden bussen in. Bij sommige festivals gaat het zelfs over meer dan 400 bussen. Dus we doen er echt alles aan om iedereen te faciliteren. We hebben trouwens iets leuks deze zomer, want de busganger die naar een camping gaat en met zijn spullen aankomt, die mag gratis gebruik maken van een aantal leuke bolderkarren, zodanig dat hij snel en gemakkelijk ook nog op zijn kampeerplek geraakt. Dat klinkt super. Veel succes. Dankjewel. Ga jij deze zomer naar een festival of een nachtje uit, ga dan voor No Drugs. En heb je een glaasje te veel op, zorg dan dat Bob je naar huis brengt. Of blijf slapen. Zo kan je nog van vele festivals genieten en beland je niet in de ongevallenstatistieken. Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.